Dus nu ga ik in dit ding praten terwijl jullie allemaal naar me zitten te staren. Dat ik ook gewoon... Dylan? Ja. Wat ga jij vandaag doen? Ik heb vandaag een volle agenda. Zo, Dennis. Ik heb wat vragen voor ons. Dames. Ik heb zo meteen afspraak met COC. Zij komen op voor de belangen van de homo's en lesbiennes en LHBTI gemeenschap in Nederland. Waar ben je trots op? Ik ben wel erg trots op het feit dat we hier met z'n allen rond mogen lopen. En nou moeten we het wel waarmaken, dus dat vind ik wel een beetje spannend eerlijk gezegd. En ik heb toevallig vanmiddag ook een soort debat daarover. Daar gaan we moties indienen. En ik heb een motie dat ik vind dat we nog veel meer aandacht moeten besteden aan de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in de sportwereld. Want je hoort te vaak dat sporters zeggen, ja, ik durf niet voor mijn geaardheid uit te komen. Bij voetbal zeker, heb je dat voetbal, vooral. Ja. En er wordt al heel veel aan gedaan, maar nog steeds zijn we er niet. Ik ga een motie indienen samen met de SP overigens. Okay. Omdat we vinden dat er echt een extra duwtje nodig is. Ja, want als je nou terugkijkt, wat zou je dan anders gedaan hebben? Ik maak wel elke dag foutjes die ik hopelijk dan de volgende dag niet meer maak. Het zijn gewoon allemaal van die suffe dingen. Laatst ging ik bijvoorbeeld, had ik een paar moties en die ging ik allemaal vrolijk ondertekenen met mijn handtekening erop en zo. Toen zei de collega's, wat ben je aan het doen? Je naam staat erin, er is nergens voor nodig. En toen moesten zij het ook allemaal tekenen, want anders stond het wel raar. Nou ja, dus ik creëer af en toe wat extra werk voor mensen. Wat is een motie dan eigenlijk? Wat doe je daarmee? Nou, daarmee roep je eigenlijk het kabinet op om iets te gaan doen wat jij wil. Dus, en als je daar een meerderheid voor hebt, als dan meerderheid in de Kamer zegt, ja, dat vind ik ook, dan moeten ze daarmee aan de slag. Ik had laatst ook moties. Deze week moest ik in de Kamer, moet je die dan voorlezen. Dat ging over het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs. De eerste motie is, de Kamer gehoort de beraadslaging. Waardoor instellingen een vergelijkbare en goed vindbare studiebuis uit te gaan hanteren bij hun voorlichting en gaat over tot de orde van de dag. Dat bijvoorbeeld aan verplicht een studiebijsluiter, eigenlijk net als je een bankproduct koopt, krijg je ook daar een financiële bijsluiter. Waar ben je aan toe? Maar die waren ook gesteund door een aantal partijen, maar toen was ik vergeten te zeggen dat ze ook gesteund werden door een aantal partijen. Heb ik ook dus toen gehad. Dacht ik, nou, ik denk ze allemaal... toen heb ik ze daarna een appje gestuurd van, sorry, ben ik echt vergeten. Ja, komen ze allemaal goed hoor, want ze zijn op zich best aardig meestal. Maar jouw motie is aangenomen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, D66, VVD, ChristenUnie, aangenomen. En die is aangenomen. Dus ik ga er vandaag achteraan jagen, want ja, er wordt hier natuurlijk heel veel moties, heel veel voorstellen gedaan. En als ze aangenomen worden, dan moet je er wel achteraan, zodat het ook echt gaat gebeuren. Dat is nog geen garantie, hè? Dat is nog vaak geen garantie. Maar wel heel gaaf. En het is heel belangrijk. Dus iedereen die gaat studeren, die naar de MBO gaat en die zo'n bijsluiter opeens krijgt, dankzij Dennis en die collega's die het allemaal hebben gesteund natuurlijk. Ja, zeker. Laten we en dat niet is vergeten. Een heleboel partijen in de Kamer, gelukkig. Ja. De moties van Dennis zijn dus al aangenomen, maar ik heb er nog 3 te gaan en ik wil ook heel graag dat die worden aangenomen. Dus ik moet nu heel hard werken om ervoor te zorgen dat mijn moties worden aangenomen. Ja, dus mijn debat gaat beginnen. Geef ik nu het woord aan mevrouw Jezilkus Segerius namens VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst 2 moties over antidiscriminatiemeldpunten. Voorzitter, de laatste motie gaat over LHBT-acceptatie in de sportwereld. De Kamer gehoort de beraadslaging tot een actieplan LHBT-acceptatie te komen en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de heer Jasper van Dijk van de SP. Dat was gisteren. We hebben er net over gestemd. De heer Silke Segerius, Jasper van Dijk over een actieplan LHBTI-acceptatie. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie aangenomen. En gelukkig zijn de moties aangenomen. En dit is een beetje wat het Kamerwerk inhoudt. En we gaan jullie in de toekomst nog veel meer van dit soort dingen laten zien. Zodat je het steeds beter ook kunt volgen. Dankjewel. Dan is straks weer 90% Dylan in het filmpje. Ja, maar dan moeten we het niet hebben. Maar wat is nou leuk om naar te kijken, alsjeblieft? Het gaat om een mooie man of een oude vrouw? Zei je dat echt?